Joël Zwart, jij maakt de eerste goal van Excelsior. In mijn verslag heb ik die vergeleken met een goal. Een hele belangrijke Nederlandse geschiedenis. Ik zie jou glimlachen. Weet je waar ik op doel? Robin van Persie, denk ik. Daar dacht jij meteen ook aan? Ja, sommige spelers die noemden zijn naam. Dus ja, ik vond het wel de mooiste goal van mij tot nu toe. Oh, het is meteen ook de mooiste goal van je carrière? Ja, nou, tot nu toe wel. Want wat gebeurde er? Voel je dan zo'n moment? Voel je dat die keeper daar op afstand staat? Voel je waar die bal komt? Ja, ik maakte de loopactie in de rug van mijn bek. Toen zag ik al waar die keeper stond. En toen kreeg ik een perfecte bal van Hervé Matisse. Ja, en dan is het nog maar een verlengen eigenlijk, een plaatsen over de keeper heen. Ja, dat lukte vandaag. Ja, het was geen zweefduik, maar wel een hele mooie goal, hè? Ja, zeker. Ik vond het een van mijn mooiste goals tot nu toe, ja. Jullie winnen alleen bij Jong AZ uit te strijden. Bekend verhaal, nu de kleedkamer afgebroken hier? Dat zeg je? Hebben jullie de kleedkamer nu afgebroken van vreugde dat jullie eindelijk weer eens een uitwedstrijd hebben gewonnen? Ja, tuurlijk. We zijn wel blij, want het zijn weer 3 punten natuurlijk. Maar we moeten ook per wedstrijd blijven kijken, want we moeten weer aanhaken bij de top. En over jou persoonlijk, je maakt er nog één. Een lekkere avond voor jou? Ja, voor mij een heerlijke avond. Dit is wel iets wat ik even nodig had. Een goede bal van Elias, waardoor ik 1-1 met de keeper ga en ik maak 3-1. Waarom had jij dit nodig? Ja, het is gewoon lekker voor je gevoel, weet je. Je begint heel goed aan het seizoen. Daarna beland je ook even op de bank. Nu speel je wel weer. Ja, en als je dan zo'n wedstrijd mag spelen, dan doet dat veel met je. Je begint tegen Jong FC Utrecht. Je maakt meteen 2 goals. Je bent een grote man. Dan denken we allemaal, dit wordt het jaar van Joël Zwart. Ja, dat werd toch even minder. Je maakt nu je 4e en je 5e goal, als ik het goed zeg. Ging dat persoonlijk aan jou vreten? Nee, het ging niet persoonlijk aan mijn vreten. Het is wel gewoon dat je elke week hard moet blijven trainen. Je best moet doen in wedstrijdjes die je krijgt, de minuten die je krijgt. Ja, en uiteindelijk krijg ik nu 90 minuten en dan zie je wat er kan gebeuren. Dat resulteert dus in 2 goals. 1 vraag nog even over die wedstrijd. Jullie staan heel lang met 2-1 voor. Hinken jullie dan op 2 gedachten? Want ik denk, ja, als jullie nog verder achterover leunen, roep je misschien ook hun slotoffensief ook wel op jezelf af. Heb je dat gevoeld voorin? Rodier kwam bij vlagen wel aardig drukken. Maar ja, uiteindelijk hebben wij goed stand gehouden. Hebben wij kunnen counteren en dus ook 3-1 en 4-1 kunnen maken. Waar Roda dus eigenlijk helemaal niet goed staat.